Maar we zitten nu, NDP zit nu alleen formeel in die combinatie met Palu. Ja. Nieuw Suriname hangt ergens en nergens. Ja. Toch? Dan hebben we twee leden van de KTP waar we hebben gezien dat Willy Sumita een intentieverklaring is gaan tekenen. En twee parlementariërs hangen aan deze kant. Dus in feite ook ergens en nergens. Hoe kijken jullie naar die ontwikkelingen? En hoe denken jullie die groei en die stabiliteit van de NDP te kunnen bewerkstelligen? Nou, kijk, Farid, whenever you talk about power, talk about your own power. Als wij ook kijken naar de verkiezingsuitslagen, dan zal je zien dat de NDP de grote schouder was. Ik wil niet denigrerend zijn naar geen enkele andere partij. Ze hebben hun bijdrage geleverd. Het is welkom met het kiesstelsel. Hoe meer partijen bij elkaar, des te beter het kan zijn. Laten we dat ook zeggen. Maar wanneer je ook aan de andere kant, ja, naast de bundeling een sterke partij hebt, en dat hebben we in het verleden bewezen, dan denk ik dat wij goed zullen boeren. We moeten verder werken. De projecten waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld tot uitvoering brengen. In Nikeri hebben we alles gedaan. Wij zitten nu aan het volk te vragen, wat wilt u meer? Alles wat was beloofd door onder andere mij op het politiek, ja, podium, Farid, de Mulo-scholen, ROGB-kantoor, ziekenhuis Wageningen, apotheek West, you mention it. Alles is gerealiseerd, staat daar. Nu gaan we verder, nu gaan we dingen doen, bijvoorbeeld niet beloofd waren, achter de markt een moderne boulevard maken, paradijs gaan we boulevard maken, de wegen die over zijn gebleven, die worden nu aangepakt, worden geasfalteerd. Dus wij doen ons ding en we gaan verder. En wanneer men op RR-niveau en DR-niveau alleen weer gaan werken, dat betekent dat ze al ruzie hebben. Dat betekent dat ze oneenig zijn, dat ze al niet overeenkomen. Wanneer je gaat trouwen, Farid, dan ga je die vrouw zeggen, oké, we trouw, maar jij moet alleen barten wassen. Jij mag niet aan tafel zitten. Maar dat is hun pakje. Hoe denken jullie je systeem te klaren? Ja, maar hoe denken zij hun systeem te verklaren? Ja, want dan hebben ze zeven. Nee. Ze hebben die president en ik heb dan de meerderheid in de DNA. Hoe gaan zij hun probleem klaren? En ze hebben de DR? Nee, luister. Je begrijpt me niet. Zij hebben hun president gekozen. Ja. En ik heb de meerderheid in de DNA. Want ze gaan niet om dit. Dus dan gaat die president de volgende dag naar huis. Ja, want hij werkt met een minderheidsregering. Dat kan ook gebeuren. Nee, het gaat gebeuren, want de NDP is niet te verslaan op DNA-niveau. Ja, zonder de NDP bestaat er geen regering. Ja, dus het kan gebeuren dat je een minderheidsregering krijgt. Is 100%, maar in niet.